en welkom in het Utrechtse archief. Nou, niet echt. Dit is mijn woonkamer. Ja, normaal gesproken is er een filmvoorstelling op de Hamburgerstraat. Waar onze bezoekers kunnen heel veel beleven over Utrecht. En er is een virtuele fietstocht waar mensen kunnen fietsen door de straat van Utrecht. En er zijn oud en moderne beelden samen in één film. Over fietsen gesproken, dat is onze eerste film vandaag. De opening van Stadion Galgenwaard in 1936. In de volgende film gaan we fietsen. Ik dacht in deze vreemde tijden waar buitenspelen is een beetje beperkt. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 1963. We gaan een dagje uit met ma, pa en de kinderen. En deze film was gemaakt met een bekend en betrouwbaar 8mm camera. Thank you.
De volgende film is wel wat anders. Net als veel andere mensen wil ik buiten gaan. Dus ik dacht, ik ga terug in de tijd en ik ga vliegen boven ons mooie Wilhelminapark. Utrecht in vogelvloed. En hier in deze film zie je hoe groen Utrecht is. Deze opnames waren gemaakt met een dronecamera in 2015. Dat was de laatste filmfragment voor vandaag. Dit was filmvoorstelling vanuit huis. Ik hoop dat jullie hebben genoten en tot de volgende keer.